We komen uit een tijd dat de geneeskunde werd gedomineerd door mannen en dat ook de aandacht vooral uitging naar mannen. En pas heel geleidelijk aan ziet men dat de zorgbehoefte van vrouwen anders is en dat de geneeskunde zoals we dat vandaag de dag bedrijven daar onvoldoende op is ingericht. Veel zorgverzekeraars maken geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, terwijl er toch duidelijk verschillen zijn. Zorgverzekeringen zijn te veel gericht op mannen en houden te weinig rekening met de zorgbehoeften van vrouwen. Ik zou het heel fijn vinden als een MRI-scan vergoed zou worden in plaats van een röntgenfoto. Een e-scan vind ik veel fijner dan een tofstieapparaat. Ik zou het fijn vinden als ik ieder jaar goed gecontroleerd zou worden. Op knobbeltjes of andere dingen. Het zou mooi zijn als de kinderopvang en huishoudelijke hulp vergoed zou worden als ik in het ziekenhuis zou liggen. Dat toch mijn gezin door kan draaien. Professor Dr. Bart Fauser is hoofd van de divisie Vrouw en Baby van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Volgens hem loopt Nederland enorm achter op het gebied van zorg voor vrouwen. Wil je meer vrouwgerichte zorg echt vormgeven, dan zul je bij de vrouw moeten beginnen. En van daaruit de zorg inrichten en vanuit de specifieke behoeften van de vrouw. Catherine van Heest is directeur van Care for Women, een organisatie die gespecialiseerd is in zorg voor vrouwen. Zorgverzekeraar Agis vroeg hen onderzoek te doen naar de zorgbehoeften van vrouwen. Agis heeft ons vorig jaar benaderd om te kijken naar waar is nou eigenlijk specifiek behoefte aan bij vrouwen als het gaat om hun gezondheid. Nou, daaruit bleek op de eerste plaats dat vrouwen behoefte hebben aan een regelmatige check-up van hun gezondheid. Om even te kijken hoe sta ik er nou eigenlijk voor. Maar ook hebben ze grote behoefte aan de MRI in plaats van een mammografie bij borstonderzoek, omdat dat toch wel heel erg pijnlijk is. Ze vinden het fijn als ze begeleid worden door een vrouwelijke arts of een vrouwelijke zorgverlener. En zo zijn er een heel aantal vrouwspecifieke dingen uit het onderzoek gekomen. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft zorgverzekeraar Agis een speciale vrouwenmodule ontwikkeld die tegemoet komt aan alle zorgbehoeften van de vrouw. Dit betekent extra vergoedingen zoals preventieve controle op vrouwelijke vormen van kanker, hart- en vaatziekten, overgewicht en diabetes, een MRI-scan bij borstonderzoek, een bijdrage in de kinderopvang en voor huishoudelijke hulp, ondersteuning voor vrouwen met borstkanker door een vrouwelijke verpleegkundige, een borstprothese voor het zwemmen, plakstrips voor de borstprothese, zwangerschapsnazorgcontrole door een vrouwelijke verpleegkundige en een toupim, oftewel een pruik aan een haarband. Deze speciale vrouwenmodule biedt Kendall Mason nu exclusief bovenop iedere aanvullende verzekering van Agis. Vanuit Care for Women zijn we heel erg blij dat er eindelijk gehoor gegeven wordt aan onze behoeften als het gaat om onze gezondheid. En wij kunnen dit programma dan ook van harte aan iedereen aanbevelen. Ik ben blij met het initiatief van de vrouwenmodule, omdat het voor het eerst laat zien dat grotere partijen binnen de samenleving zich echt gaan richten op problemen ervaren door vrouwen. En je mag hopen dat vanuit een betere inventarisatie van de behoeften ook betere zorg ontwikkeld gaat worden die wat toevoegt aan de kwaliteit van leven van vrouwen.